In Flevoland is sinds dit jaar een bijzondere en opvallende oogstmachine te vinden. Het is de ploeger MKC 4TR Kruidenmaaier van de gebroeders Koster in Biddinghuizen. Voor kruidenspecialist VNK oogst het loonbedrijf Peter Sely. De maaier heeft een 5-cylinder Scania motor met een inhoud van 9,3 liter en 400 pk. De machine is ruim 11 meter lang en heeft een gewicht van ruim 24.000 kilo. Zoals je ziet met het maaibord, zeg maar, dan knip je het af. En dan hark je naar binnen toe en dan gaat het via een band. Zit een voeltje naar boven toe. Daaronder en boven zitten blazers en een blaasje in die container. Een kleine en lichte machine is volgens de ondernemer geen optie. Ze kozen voor 61 centimeter brede rupsen. Zo blijft de bodemdruk laag. Ploeger bouwt jaarlijks tussen de 1 en 5 van deze machines. Voornamelijk om spinazie te oogsten. De Peter Sely gaat naar de fabriek in Biddinghuizen. Nou, uiteraard doen we dat in die containers. Die transporteren we zelf met de vrachtwagen naar Biddinghuizen toe. In de Biddinghuizen worden ze gelost in de stortbak. En daar wordt het gedroogd. En uiteindelijk gaat het alleen om een blad. En het blad dat wordt vaak verwerkt in chips en allerlei specerijen, zeg maar.